Hallo mensen van Kimsy zelf, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zitten wij weer. Nou, niet weer. Vandaag zitten wij op PlanetSide 2. En wat is PlanetSide 2 nou eigenlijk voor iets, Tommy? Wat is dit? PlanetSide 2, guys, is een... Oh, wauw, hier zitten maar een paar enemies eigenlijk. Misschien dat we beter... kunnen we niet ergens heen waar ze hulp nodig hebben? Hier bijvoorbeeld ofzo? Ik wil daarheen. Kan ik daar niet heen? Ik wil hier eigenlijk wel heen. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Oh, hier hebben mensen maar nodig. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dan gaan we hier maar spawnen. Dit is namelijk een FPS game. Ask me like that. Wow, het geluid staat vrij hard, denk ik. Oké, ik hoop dat het geluid niet te hard staat. In ieder geval, dit is een FPS game. Dat betekent de first person shooter. En wat het eigenlijk inhoudt is dat het gewoon een oorlogsgame is. En ik vind het spel echt geweldig om te spelen. En ik had zoiets van, oké, laten we dan ook maar gewoon... laten we het dan ook maar gewoon een keer opnemen. Dus bij deze, we nemen het een keer op. En ik weet dat op mijn uploadschema eigenlijk vandaag... Wow... een video van Hypixel server op de planning stond. Maar, wow, mijn toetsenbord doet het niet goed. Mijn spatie doet het niet goed. Oké, even een paar keer opdrukken. Waarschijnlijk dat hij daarna weer een beetje normaal doet. Oh, hij doet in één keer heel zwaar. Oké, ik moet eens een keer naar kijken. Maar ik had zoiets van, nee, ik heb totaal geen zin in Hypixel eigenlijk. Nou ja, ik had het geprobeerd en toen kwam ik alleen maar heel hoop hackers tegen. En toen had ik al helemaal geen zin meer in Hypixel. En toen had ik zoiets van, oké, misschien kunnen we dit dan een keer opnemen. Kijken hoe mensen het vinden. Als mensen het echt leuk vinden, kunnen we het altijd nog gewoon vaker doen. Niet standaard in de week, maar wel gewoon nog een keertje meer of zo. Weet je wel. Oh, mijn god, er komt de tank van de enemy aan. Pas op. Pas op, want dat wil je niet. Ik zweer je dat daar echt heel veel enemies zijn. Zie je wel, daar is weer een enemy. Oké, waarom gaat die kerel niet dood? Oké, ik heb er eentje zo wat dood gekregen. Dat zijn allemaal maten. Dat is nog een enemy. Oké, oh mijn god. Dit is echt altijd zo'n chaos, jongens. Dit is echt altijd zo'n chaos hier. Dat is echt geweldig om te zien. Oh mijn god, ik word gewoon weggedouwd hier. Waarom word ik daar weggedouwd? Ik vind het echt een super vet spel. Oh mijn god, een tank. Nee, niet doen, tank. Niemand mag jou. Ik ben lief, oké? Ik probeer lief te zijn tegen je tank. Huppa, dat is weer een kill. Oh ja, trouwens, ik wil even zeggen. Ik ben totaal niet goed in dit spel. Dat jullie het even weten. Ik ben echt totaal niet goed in FPS games. Maar goed, ik vind het wel leuk om te spelen. Dus vandaar had ik zoiets van... Yep, let's do this. het was ook best wel weer lang geleden dat ik dit weer echt gespeeld heb. Ik denk dat het al bijna weer meer dan 2 weken geleden is. Gewoon met name omdat ik... met name omdat ik natuurlijk stage heb op het moment. Is het nogal vrij lastig om echt mijn series te onderhouden. En ja, ook ondertussen nog dingen te kunnen spelen die ik leuk vind om te spelen. Dus... Ja, het is vrij pittig om dat voor elkaar te krijgen. Het lukt op een gegeven moment wel, daar niet van. Maar het, ja, soms dan moet ik dan dingetjes opofferen. En dat bedoel ik dan mee dat ik soms gewoon niet in mijn vrije tijd PlanetSide of iets anders kan gaan spelen. Ik vind het geluid te hard staan. En als dat dadelijk echt te hard staat, dan ga ik balen. Want dan heb ik de hele video voor niks opgenomen. En toen was ik dood. Oké, we gaan kijken of ik hem in mijn opties misschien mijn geluid iets zachter kan zetten. Als die nou net echt veel te hard staat, hè. Dan zeg ik dat het me spijt, guys. Oké, ik heb hem nu wat zachter gezet. In ieder geval, ik vind het dus leuk om het te doen. En wat is eigenlijk de bedoeling? Nou ja, we hebben een hele grote map hier. Wij zijn het paarse team. En we moeten proberen om dit alles te veroveren. Er zitten meer dan 3000 man op één server. Er zijn 3 verschillende servers. En het is gewoon leuk. Heel simpel. Ik vind het leuk. Laat ik het zo zeggen. Ik kan jullie natuurlijk niet zeggen van... Jullie vinden het ook leuk. Nee, dat is niet zo. Dus ik bedoel het niet zo van... Het is gewoon leuk dat iedereen het leuk moet vinden. Ik bedoel het zo van... Ik vind het leuk om te spelen... En daarom dat ik het ook opneem. Want als ik iets leuk vind om te spelen, dan wordt de video waarschijnlijk ook veel leuker om naar te kijken. Dan heb ik ook veel betere kwaliteit commentaar.
Althans, dat is meestal wel de bedoeling. Nou ja, jullie kennen mij. Ik ben af en toe nogal een grote dub. Oh, wauw. Wauw. Dat was een beetje onverwachts. In één keer dood. En zoals ik zei, ik ben echt totaal niet de beste hierin. Echt absoluut niet. Wat ik wel wil gaan doen trouwens. is misschien tijdens First Look wil ik Call of Duty gaan uittesten. En als Call of Duty echt super vet is, dan ga ik Call of Duty misschien wel let's playen. Call of Duty Advanced Warcraft heb ik het dan over. Over de nieuwe. Ik ga namelijk naar First Look. Ik heb namelijk perskaarten kunnen regelen. Dat is super chill natuurlijk. En ik hoop dat eigenlijk best wel wat mensen van, een paar van jullie te ontmoeten, zeg maar. Gewoon een paar van mijn abonnees gewoon zo van, hey, mijn abonnees die kijken ook naar mijn video's bedoel ik dan. En dan heb ik zoiets van, ja, om ze gewoon een keer in het echt te zien, mijn abonnees. En jullie misschien vinden het ook wel leuk om mij een keer in het echt te zien. Dat is toch geweldig. Dus vandaar dat ik sowieso heb van, ja, ik ga naar First Look. Daarom heb ik het ook doorgezet om daarheen te gaan. En ik ben eigenlijk best wel blij. En ik ben benieuwd of jullie daar ook heen gaan. Ik in ieder geval wel. Het is 11 oktober. Zaterdag is het. De kaartjes kosten wel geld. Ik weet niet precies hoeveel dat ze kosten. Maar je kan ze in ieder geval wel kopen op First Look Event. Event.nl of zoiets. Weet je wat? De link zou in de beschrijving staan. Als ik het niet vergeet. Nee, de link zou waarschijnlijk wel in de beschrijving staan. En dan, laat me weten in de reacties. Komen jullie wel of niet? Laat me weten. Ik ben benieuwd wie er komt. Lijkt me super leuk om een paar van jullie tussen te ontmoeten. Zoals ik eerder al zei. Oké, wauw. Een teammate reed maar gewoon aan met een motherfucking... Show. Why not? Oh, wauw. What the fuck? Oké dan. Het is nou helemaal zo. Hij reed me volgens mij gewoon aan. Het is ook niet echt heel aardig om dat te doen. Maar goed. Het is oorlog, hè. Dan mag alles. Nou ja, dan mag niet alles. Dan moet je gewoon proberen te overleven. En als je dat doet, en als je overleeft, what the fuck? Serieus? Zit er hier nou eentje te campen of zo? Oh, dat is hij. Haha. Ga weg, man. Ik wil er doorheen. Ik kan er niet doorheen. Ik wil er doorheen, maar het lukte niet. Zoals ik al zei, ik ben totaal niet goed in dit soort FPS games. En vooral deze niet, want dit is echt zo... Ja, weet je wat het is? Er zijn al mensen met... Level 500 en ik ben level 13. Dus het is... Maar het is decent balance. Daar niet van. Het is redelijk goed gebalanceerd. Oh wauw. Dit bedoel ik nou. One shot kill met de sniper. Level 275. Als ik een sniper pak heb ik never een one shot kill. Want dat is echt maar 30 damage of zo. En hun hebben allemaal al snipers die fucking veel damage doen. En dat soort dingetjes. Dus ja, het is een beetje... Af en toe is het een beetje unbalanced. Maar goed, het is ook wel zo van... Ja, het geeft ook wel een beetje een uitdaging, vind ik dan weer. Om dan juist te winnen, zeg maar. Oh mijn god, er zijn zoveel snipers daarboven. Oh wauw, ik werd ineens keihard geraakt door iets. Oké, laten we dadelijk switchen naar een sniper. En dan gaan we gewoon proberen om die mensen allemaal van het dak af te schieten, hè. Gegarandeerd dat het mij niet gaat lukken. Maar hey, we kunnen het altijd proberen. Ja, ik zag jou wel. Ik moet natuurlijk niet in mijn vuurlinie gaan staan, hè, sukkels. Het is namelijk een friendly fire staat aan, dus... Ah, kom op, jongens! Oh, eerlijk waar. Nou ja, oké, laten we gewoon een sniper pakken dan. Nee, ik kon niet gerevived worden. Ik wil een sniper pakken namelijk. Oké, laten we eens even kijken of we hier wel iets mee kunnen. We gaan het proberen in ieder geval. Waarschijnlijk dat ik toch geen kills hiermee maak, hoor. Daar niet van, maar... Hey, je weet me nooit. Holy shit, er zijn zoveel... Zie je wat ik bedoel? Oké, deze kerel heeft dan weliswaar zo'n pak aan. Dat je fucking veel bescherming geeft. Maar alsnog. Ik moet 100.000 keer op iemand schieten. En dan hoef ik maar één keer op mij te schieten. En dan ben ik dood. Zo, weet je wel. Dus dat soort rare dingetjes. Dat soort unbalanced shit zit nog wel in Plants Side 2. Maar het is wel vet. Het is gewoon een leuk FPS game. Het is gratis. Het is een gratis downloadbare game. Iedereen kan hem spelen dus. Althans, als je computer het spel aan kan. Maar in ieder geval, iedereen kan spelen. Dus
ja, dat is op zich ook wel een ja, iets leuks. Want dat is ook niet altijd. Niet altijd kan iedereen spelen. Oh, ik speel trouwens nu op Graphics Ultra of zo. Dus waarschijnlijk dat ik iets of wat af en toe een klein beetje lag heb. Ik weet niet eens of ik überhaupt lag heb. Volgens mij heb ik... Ik heb gewoon netjes 30 steady FPS. Dus dat is eigenlijk best wel nice gewoon. Oké, we gaan dit keihard verliezen, deze. Het is namelijk zo. Hun zijn nu onze base aan het aanvallen. En wij moeten ervoor zorgen dat wij de base verdedigen en behouden. Maar als ik dit zo zie, dan gaan we dat keihard verliezen. Want ja, dit is gewoon niet chill. Ze hebben gewoon de upper hand. Ze zitten gewoon keihard te spawn trip op het moment. Dus ja, we kunnen er niks tegen doen. We kunnen er gewoon niks tegen doen. We kunnen ook niet ergens anders heen, zeg maar. We kunnen er ook niet omheen. Ik kan proberen om hier omheen te vliegen. Oh nee, dat kan niet. Want dat kan alleen met mijn assault. Dat heb ik van die rocket boots, zeg maar. Nou, dat is weer een andere class. Dat is niet deze class. Kijk dan hoe hard ze aan het spawn trippen zijn, jongens. Dit is echt niet gezond, toch? Oh, dit is echt niet gezond. Echt niet gezond. Zie met hoeveel mensen dat ze aan het spawn trippen zijn, gewoon. Wauw. Ja, het hoort bij het spel. Daar niet valt, maar... Wauw, die gaan we nooit winnen. Dit gaan we echt never, never, never winnen. Never dat wij die gaan winnen. Kijk dan, ik kom uit mijn spawn en ik word meteen gehit. Ik word meteen gewoon bijna doodgemaakt. What the fuck? Hoe willen wij dit winnen? Niet. Goed zo, goed antwoord. Kerel, ik wauw. Zagen jullie hoe hard dat ik op hem schoot en hij kreeg gewoon geen damage? Wat? Oké, fucking raar. Dit slaat nergens op, maar goed. Maakt niet uit. Vecht dan, hè? Stom spel. Vecht dan, spel. Oké, ik zie daar iemand. Oké, we moeten hier weg. Er komt in één keer zo'n tank aan. Oh. Oké, we gaan keihard verliezen. it's a done deal. We gaan keihard verliezen. Heel simpel. Het is nu 100% zeker dat we gaan verliezen. Oh, ik hitte wel iemand. Dat is altijd leuk om iemand... Kom op, man. Ik sta achter 3 andere mensen en toch word ik gedood. Ik heb ook altijd pech bij dit soort spellen, weet je. Ik heb ook altijd pech bij dit soort spellen. Wow, 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 wow. Doe normaal, man. Ja, maar we zitten gewoon opgesloten. We kunnen gewoon nergens heen. Dat is, zo simpel is het. We kunnen echt serieus nergens heen. We zitten echt serieus opgesloten. We zitten echt serieus gewoon opgesloten. Heel simpel. Oh wow. En dan komen ze ook nog van de andere kant. Oh, come on guys. We gaan zo hard verliezen. We gaan het echt heel hard verliezen. Als ik nou al zie dat ze hier allemaal al zitten te spawn trippen en dat soort dingetjes. Nee. We gaan dit heel hard verliezen. Oké, ik ga gewoon hier campen. En dan ga ik gewoon proberen om er een paar te killen. Maar ik zie niks met dat rook. Dat is echt scheid irritant gewoon. Come on. Oké, ik zie daar mensen. Oh, er zijn zeker van die mensen met die dikke pakken aan. Dan krijg je bijna niet dood. Dat is ook altijd leuk, ja. Mensen die je niet kan killen. Dat is ook altijd wel vet. Hey, hallo. Oh, shit. Eén ding is al kut, hij reload niet automatisch. Dus als ik zeg maar out of ammo ben, dan moet ik zelf opnieuw reloaden. Come on, ga nou eens kapot, hè? Het is tijd dat die kid dood ging. Ja, hun bedoel ik nou, hun hebben altijd van die dikke pakken aan en zo. En dan, die kan je gewoon, daar kan je gewoon niet van winnen. Oh god damn it. We zijn het verloren, we hebben het verloren. We probeerden dit zeg maar tegen te houden. Maar op een of andere manier hebben we nu... is de enemy heeft de overhand. Dus we hebben de facility. Ons gebied hebben dus nu verloren. En nu moeten we ervoor zorgen. Dat we het volgende gebied gaan verdedigen. Want als ik me niet vergis. Hebben we deze net verloren. Die hebben we net verloren. En hier zijn we nu. En moet je kijken. 96 plus enemies. Dat zie je rechts bij dit kleine minuutje. En die komen nu langzaam, zoals jullie hier zien, onze kant op. Dus we moeten echt heel snel even... misschien even mijn armor even switchen. Even,
of zou ik gewoon mijn sniper houden? Ik denk dat ik mijn sniper bouw. Ik denk dat ik dat doe. Ik denk dat het misschien wel een slim idee is om dat te doen. Aangezien dat ik denk dat er best wel veel snipers hier gaan zitten. En dan kunnen we altijd gewoon wat mensjes aftikken gewoon zo. Even kijken. Nou, daar zie ik al iemand. Dat 100% zeker een sniper is. Heppa, zo bedoel ik dat. We hebben er weer eentje. Oh, ik heb een ribbon gekregen. Dat is wel nice. Oké, even kijken hoor. Daar zie ik nog eentje. Ah, come on. Oh, wauw, slecht. Slecht. Oké, we gaan wel proberen te doden natuurlijk. Hè? Dat is ons doel, guys. Dat is ons vak. Althans, ons vak. Hier is het ons vak. Oké, iemand ging echt serieus voorstaan terwijl ik aan het schieten was. Dat is niet zo heel slim, lief schat. Ik noem hem lieve schat. Ha, 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 ha. Oké, daar zie ik nog iemand. Oh, wow, 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 wow. Zo, die deed even veel damage in één keer. Dat is niet zo leuk. Oh, ik zie daar iemand. Ik zag daar iemand. Oh, ik miste hem. Serieus, ik schoot tegen iets aan of zo. Dat is niet leuk. Wow, dikke sniper jongens. Ik zie hem de hele tijd net te laat. Of ik zie hem gewoon niet. Weet je, dat soort dingetjes. Beetje jammer dit. Ah, come on. Zo, zag je die kerel even laggen, man? Dat is wel echt een nadeel van dit alles. Als je een beetje lagt, dan lag je echt gigantisch voor anderen. En dan kan je ze bijna niet doden. Dus dat is wel balen. Maar goed, hey, dat hoort er allemaal bij, toch? Ja, dat hoort er allemaal bij. Ik wil naar boven. Heppa. Oh mijn god, waarom kan ik niet verder naar boven? Wat is dit voor onzin? Ik wil naar boven. Goed zo. Dat bedoelde ik, ja. Wauw, ik werd gewoon uit de lucht zowat geschoten. Kijk, dit is vrij heavy, jongens. Ze komen met 100.000 mensen in één keer naar ons toe. Hoe moeten we dit overleven? Ik zie daar iemand van de enemies lopen. Nou ja. Wauw, hoe moeten wij dit in godsnaam gaan overleven? Ik gooi gewoon een random granaat. Gewoon omdat het kan. Ik weet niet hoe we dit gaan overleven, guys. Echt niet. Nee. Zo, kijk dit dan. Die springt gewoon in één keer het gebouw op. Oké. Als dat is hoe jij wilt spelen. Nou, is goed. Light Assault. Dat vind ik een van de fijnste classes namelijk. dan gaan we gewoon Light Assault zijn, hè. Dan kan ik namelijk ook vliegen zoals jij lekker kan vliegen, jongeman. Maar weet je wat dan? Dan kan ik je gewoon lekker backrapen. Haha. Oh, ik had hem wel dood. Nice, ik had hem wel dood. Hey. Don't blame me. Ik had een kill. Ik ben helemaal niet goed in dit spel, maar ik had wel een kill. Haha. Dat kan niet iedereen zeggen dat hij zomaar een kill krijgt. Frag out. Ah, de granaat komt ook serieus terug. Kom op, man. Ik gooi hem serieus gewoon overheen. Oh, ik heb hem dood. Oké, ik had hem dood. Hey, het gaat niet zo heel slecht. Oh, hier kan ik trouwens wat wapens wisselen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik denk dat we hier ongeveer de episode af gaan sluiten. Ik denk wel dat lang genoeg is. Ik heb gewoon heel lang. Ik heb gewoon een tijdje opgenomen. En dat ga ik nu gewoon een beetje knippen en plakken. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En vinden jullie het leuk? Laat dan een reactie achter van... Ik vind het leuk! Nee, serieus. Laat een leuke reactie achter. Vergeet natuurlijk niet een groen duimpje te geven. Ik ga nog eventjes door met spelen, denk ik. Ik hoor net dat ik moet eten. Dus ik ga eerst nog even eten. En dan ga ik misschien nog een klein beetje doorspelen. Tot de tijd dat ik ervoor heb. Ik heb niet zo heel veel tijd namelijk. In verband met mijn stage, zoals jullie wel weten. Het oude verhaal, zoals ik normaal wel vertel. En... ja, laten we kijken. Laten we kijken hoe het gaat. Oh mijn god, ik kan nog net één kill krijgen. Nee, ik kan geen kill meer krijgen. Helaas. Nou, vonden jullie de video leuk? Geef dan een groen duimpje. Abonneer even op mijn kanaal voor veel even meer. En dan checken jullie allemaal de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Kijk nog. Deze gaat tot hier door. En deze gaat tot daar door. Dus zo klopt die. Ik kijk nu gewoon naar de screen die ik heb gemaakt. Ik heb namelijk een screenshot gemaakt. Hier komt een blok te staan.
En ik ga zo even pitten, denk ik. Nee, ik ga nog niet slapen, want het is nog niet echt tijd om te gaan slapen. Om zo maar even te zeggen. Even kijken, die kant op.